Wind. Onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse landschap en de Nederlandse cultuur. Onze historische molens maalden meel, zaagden hout en pompten de polders droog. Zo vormden ze in het verleden de basis voor onze economische ontwikkeling. En ook nu nog zijn deze historische windmolens van groot cultuurhistorisch en toeristisch belang. Net als vroeger kunnen windmolens ons ook nu belangrijke kansen bieden. Met moderne windmolens kunnen we duurzame energie produceren. Nederland wil een van de schoonste en zuinigste landen in Europa worden. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken en voorkomen we dat grondstoffen als kolen, gas en olie opraken. Tegelijkertijd worden we minder afhankelijk van andere landen als we met wind, water, zon en biomassa onze eigen energie kunnen produceren. Duurzame energieproductie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, burgers en bedrijfsleven. Een andere belangrijke opgave waar Nederland voor staat, is het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de leefomgeving. We willen een mooi landschap en een gevarieerde natuur voor planten en dieren en voor mensen. Ook hier staan overheden, burgers en het bedrijfsleven voor een gezamenlijk doel. Deze film gaat over het combineren van landschapsdoelen en duurzaamheidsdoelen. De aanleg en het beheer van bossen, natuurgebieden en landschapselementen kosten geld. De opbrengsten van het groen zijn vaak beperkt en budgetten staan regelmatig onder druk. Grondeigenaren en overheden zijn daarom op zoek naar innovatieve ideeën om geld te genereren. Als er meer opbrengsten uit natuur en landschap zouden komen, zouden er meer investeringen kunnen worden gedaan in het onderhoud van bestaande gebieden en in de realisatie van nieuwe natuur. Deze film gaat over het combineren van verschillende functies. We laten nu zien hoe de aanleg van natuur en de productie van elektriciteit met windmolens gecombineerd kunnen worden. Windmolens in open gebieden roepen vaak verzet op. Veel mensen ervaren windmolens namelijk als een verstoring van de openheid van het landschap. Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat windmolens in bestaande bosgebieden of aan de rand daarvan kunnen worden gebouwd. Op die manier worden ze als het ware ingepakt in een schil van bomen, waardoor ze vrijwel niet meer zichtbaar zijn. Let maar op. In de film ziet u, wandelend door een nieuw natuurgebied, het verschil in beleving tussen windmolens in een open gebied en windmolens in een bebost gebied. Ze staan er wel, maar hoe groter de bomen worden, hoe minder de windmolens opvallen. Je moet soms bijna zoeken waar de windmolens zich bevinden. De eigenaar van de grond kan geld verdienen met een windmolen. Ofwel door de grond waarop de molen staat te verpachten aan een energieproducent, ofwel door zelf, alleen of met een groep, een windmolen te bouwen en de groene stroom te verkopen. Met het geld dat de windmolen oplevert, kan niet alleen het onderhoud van bestaande bos- en natuurgebieden worden gefinancierd, het is ook een uitstekend middel om nieuwe natuur te realiseren. Zo kunnen we dan diverse doelen tegelijk bereiken: groene stroom en nieuwe natuur. Natuur die waardevolle grondstoffen zoals hout en biomassa produceert, die goed is voor planten en dieren en waarvan wij mensen heerlijk kunnen genieten tijdens een wandeling of een fietstocht. Misschien wilt u wel even uitrusten op het bankje bij de voet van de windmolen. In het buitenland zien we deze combinatie al volop. Er zijn zelfs landen die windmolens bij voorkeur realiseren in of bij bos- en natuurgebieden. In deze landen is al veel ervaring opgedaan met een goede locatiekeuze en het rekening houden met vogels en vleermuizen. Al die ervaring kunnen we in Nederland prima gebruiken om onze prachtige natuur van een nieuwe dimensie te kunnen voorzien. Een extra bijdrage aan een duurzaam Nederland.